Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 66 van de Movies Podcast. Vandaag gaan wij het hebben over Furiosa en bij uitbreiding de hele Mad Max saga. Furiosa die speelt sinds de maand mei in de cinema, maar voordat we daaraan toekomen gaan we even terug naar 1979 en beginnen bij Mad Max. In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes. They say people don't believe in heroes anymore. Well, damn them. You and me, Max. We're gonna give them back their heroes. In the not too distant future, there will only be madmen and the main force patrol. Mad Max, the maximum force of the future. Ja, Mad Max. Inderdaad, film uit 1979. Het was een indie film. Die is met een zeer beperkt budget tot leven gebracht. Een budget van $350.000, wat dus zeer, zeer weinig is. Tevens Mel Gibson zijn debuutfilm. Die heeft daar $10.000 voor gekregen. En die ging ook nog naar school. Ah wel, maar hoe komt Mel Gibson... Mel Gibson is toch een Amerikaan, denk ik. Hoe komt hij dan in een soort van... Nee, dat is een Australiër, hè? Dat is een Australiër, ja. Die is toch geboren in Amerika, als ik me niet vergis? Dat weet ik niet, maar... Ah, ik zie hier wel, in New York inderdaad geboren. Maar die zal dan ooit naar Australië verhuisd zijn. Dat is misschien New York, Melbourne. Nee, New York, United States. Ja. Ah nee, hij is met zijn ouders op 12-jarige leeftijd verhuisd naar Sydney. Oké, okay. Maar dat is een leuk weetje. Ja, dus in ieder geval, Mel is de meest voorkomende naam in Australië. Dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld Jan hebt in Nederland. Dus dat wil dan wel lukken inderdaad. Misschien had hem dan wel al ouders had die van Australië ook afkomstig waren of zo. Die eventjes in Amerika hebben gezeten en dan zijn terugverhuisd. Dus ook de eerste film van de regisseur en schrijver George Miller. Dat is een dokter, alleen een chirurg. En die was altijd vooral bezig geweest met het verzorgen van verkeersslachtoffers. En zo is in zijn fantasie eigenlijk met Max eigenlijk een beetje ontstaan, omdat hij iets wou doen met zijn expertise van die verkeersslachtoffers. En dan is hem begonnen met een film over een biker binden. Hè. In 1973 was de olieschaarste in Australië. En je ziet ook wel duidelijk, als je naar die Mad Max film ziet, dat dat daar iets van weg heeft. Hè. In 1973 in Australië had je ook echt iets van anarchie, rebellie dat begon te ontstaan, mensen die winkels begonnen te overvallen, omdat er overal olieschaarste was. En dat zie je ook duidelijk in die film terug. Dus dat is een belangrijke inspiratiebron geweest. Het was helemaal niet de bedoeling om daar een post-apocalyptische film van te maken, maar vanwege budgettaire redenen hebben ze dat dan wel als achtergrond gebruikt om te verklaren waarom je eigenlijk quasi geen sets ziet. Dat is daar eigenlijk een beetje de reden van. Hè. Ze hebben ook last minute voor de film even een melding gezet van deze film speelt zich een aantal jaren in de toekomst af na een grote oorlog. Maar dat was eigenlijk allemaal aanvankelijk niet de bedoeling. Dus dat is eigenlijk ja, een geluk bij een ongeluk geweest. De Mad Max franchise is denk ik de beste post-apocalyptische franchise, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. In een eerste film zie je dat ook nog niet heel hard. Hij speelt zijn eigen precies wel een beetje in deze tijd af, maar inderdaad, je ziet niet echt iets van sets. Het is heel kleinschalig. Ook ja, vanwege het kleine budget. Hè. Ja, je ziet inderdaad van ja, er is wel iets gebeurd, hè, want er is anarchie en het rechtssysteem staat op instorten. De politie, de main force patrol dan. Dat zijn ook een bende ja, criminelen eigenlijk achter het stuur die dan andere criminelen moeten gaan oppakken. Dus er is wel iets gebeurd, maar het is nog niet zo ver doorgedreven als je Mad Max in je gedachten hebt. Hè. In 2, 3 en dan nu de laatste 2 gaat het nog veel verder. Hè. Er is nog
toch wel een klein laagje beschaving in die eerste film. Wel, exact. En het wordt inderdaad, het wordt zo gekker en gekker met elke verdere film. En maar ja, ik zie wel heel hard, dat was ik eigenlijk vergeten, hoe een klein budget die film heeft. Hè. Dat spat er een klein beetje vanaf. Ja, het wordt inderdaad wel zo, bijvoorbeeld de gigantische crash. Ja, dan blikt de camera even weg. Zoals ze die crash niet moeten filmen, bijvoorbeeld. En zo zijn er inderdaad een aantal trucjes dat ze gebruiken. Ledematen die eraf gaan, dat ze dan dat eigenlijk gewoon offscreen laten. Dat ze daar niet moeten voorzien met special effects of zo. Clever girl. Ja, inderdaad. En ja, ze hadden ook niet echt acteur die ze konden betalen. Dat is een van de redenen waarom ze dan studentjes zoals Mel Gibson hebben gebruikt. Een aantal echte motorbendes hebben ze ook gebruikt in die film, een beetje zoals de Hells Angels. Dus veel van die bikermensen, die hadden bijvoorbeeld ook een strafblad. Dus dat is ook allemaal wel, ja, dat is dan weer een voordeel voor die film. Maar dat is iets, ja, dat hoorde zelden, hè, dat er eigenlijk echt criminelen voor een film worden gebruikt. Dat is eigenlijk een beetje het leven zoals het is. Ja. Johnny leert zijn zoon Jozef rijden, met horten en stoten. Niet zo. Kom, voorrang van rechts hier, hè, Jozef. Oh, sorry. Ja, maar voorrang van rechts, hè, kameraad. Hey, hey. Jozef! Ik ga het niet. Jozef. Ja, voor die mensen inderdaad wel, hè. Want die motorbendes, die moesten ook zelf naar de set komen. Hey, dus ik zal zeggen, die zitten ergens beneden in Australië, hebben ze dan die mensen gecast, maar ze gingen dan filmen ergens meer naar boven. En er was geen geld om die motos te vervoeren via het vliegtuig. Dus die motorbendes moesten er ook maar zien te geraken dan tegen dat tijd was voor te filmen. Ja, dat is echt knap. En ze hebben die vaak gewoon met bier betaald. Die zijn niet echt verloond geweest. Dat zijn allemaal van die gekke situaties. Plus, ze hadden ook eigenlijk nergens een vergunning verkregen om opnames te doen. Dus ze hebben dan ook allemaal stiekem op wegen zaken liggen filmen. En dan soms moesten ze echt voor de flikken gaan lopen. Dus dat is zo'n beetje precies een snuffmovie dat je het zo... dat je het zo allemaal leest. Dus eigenlijk een illegale film. En hey, ik zei er net al, een heel klein budget. Maar die heeft 100 miljoen opgebracht. Dus $350.000 is uiteindelijk 100 miljoen geworden. Die film is zo een beetje zijn eigen leven beginnen leiden. Omdat hem zo ook in een aantal landen verboden was. Vanwege te gewelddadig. Terwijl dat eigenlijk goed meevalt, vind ik persoonlijk. Maar in die tijd zullen ze waarschijnlijk nog niet zo ver erin gegaan zijn. Die film is tot en met 1999 de film geweest die zijn budget het meest wist te vermenigvuldigen. Van Australië of van de wereld? Nee, van wereldwijd. Dus 350.000 is 100 miljoen geworden. Dat is van 1979 tot 1999 het record geweest tot de Blair Witch is uitgekomen. In de Blair Witch, die heeft dat record maar een heel klein beetje verbroken. Dus dat is ook wel knap, hè, dat met Max dan blijkt te zijn dat zolang de record in handen had. So hard for the money. Oh, why something money. Come on, give me lots of honey. Well, there's an employee, Smithers. A smile on his lips and a song in his heart. Promote him. In het knappe om de film met Max vind ik niet zozeer Mel Gibson, want ik vond persoonlijk dat hem precies toen nog niet zo geweldig kon acteren. Hij is ook, ja, hij vertoont niet heel veel emotie, hij had ook niet zoveel lijnen. Maar die een toe-cutter vind ik persoonlijk wel geweldig. Dat is die een bindeleider. Ah, wel ja, hoe zot is die, hè? Inderdaad, ja. Exact. En dat is blijkbaar een Indiër. Die is in India geboren, terwijl je dat niet echt eraan ziet. Ja, dat gaat een Brit uiteindelijk zijn, hè. Ah. India was toen nog kolonie waarschijnlijk, hè. Ja. Ja, en die is ja, echt geschift, hè. Dat is, maar wel, maar ik denk ook dat die een mens gewoon geschift is. Die stelt dat ook gewoon echt uit. Die heeft zoiets heel, heel gek qua haar en qua ogen. En, ja, echt heel gek.
Dat is een goede toneelacteur ook. Hè. Daar is hem ook begonnen, in zo'n soort van Shakespeare-achtig iets. En ja, die past daar wel bij, in zoiets. Ja, en het is ook zo, die had ook heel veel eigen inbreng. Blijkbaar, in elke scène spreekt hij met een ander accent. Maar het is wel zo, je hebt blijkbaar twee versies. Je hebt de Australische versie, de originele versie, maar je hebt ook de gedubte Amerikaanse versie. En ik weet dus niet welke versie wij met z'n allen hebben gezien. Wel, ik zag dat op uw DVD, op uw Blu-ray, want Steve, jij was de videotheek voor ons allen. En ik kan altijd een beetje OCD-matig kijken naar de talen en naar de subtitles. En ik zag inderdaad de original Australian theatrical version staan op die Blu-ray. Dus ik heb dat gezien in het origineel Australisch, maar ik moet nu zeggen, het is nu niet dat dat zo wereldschokkend is. Allee, dat is hetzelfde alsof dat je een Duitse film ziet en dan dat tegenover een Amerikaanse. Ja, oké, dat is een verschil op bepaalde woorden, maar het is nu niet dat je daar niks kunt uithalen van waar gaat het nu over. Dus ze hebben voor de Amerikaanse markt uiteindelijk dan die film nog gedubt. Dat is ook grandioos gefaald op de Amerikaanse markt. Dus die film heeft eigenlijk niet bestaan in Amerika, of toch niet echt bij het publiek. Ik vind wel dat je die film nu nog nooit gezien hebt, en je kent Mel Gibson uiteraard al wel, voor die dan nu zijn origineel accent te horen praten, dat is toch wel anders. Hey, ik heb die vroeger wel gezien, dus het is nu niet dat het zo vreemd was, maar je hoort het echt wel, hè? Ah, wel, maar Mel Gibson was op dat moment ook nog niet bekend, hè? Dus er was ook geen reden om Mel Gibson te dubben dan eigenlijk. Hè? Nee, maar omdat je zegt dat niet zo wereldschokkend is, maar als je die nog nooit in zijn origineel accent hebt horen spreken, en nu wel, dat is toch wel een verschil, denk ik. Nee? Ja, inderdaad. En plus, wij kennen hem allemaal zo'n beetje van Lethal Weapon, waar hij hem zo, ja, een beetje heel happy acteert. Yeah. You think I'm crazy? Yeah. You calling me crazy? You think I'm crazy? Yeah. Yeah, you want to see crazy? I'll tell you. Now that's a real badge. I'm a real. Maar hier zie je zo'n beetje de tegenovergestelde versie. En ik vind dat ook altijd speciaal wanneer ik de Mad Max films bekijk, om Mel Gibson helemaal anders te zien. Ja, ook zo jong vooral, hè? Want hij begint in de film en hij heeft dan zijn gezinnetje, die wonen op een of ander idyllisch bergje. Hij heeft dan zijn job bij wat moet doorgaan voor een soort van police force. En hij is nog super jong, hè? Dat is ook niet gewoon. Hè? Je kent Mel Gibson, onze generatie, dan wel zo van de Patriot en dan misschien zelfs nog Lethal Weapon met gigantische haardos. Dus je bent er niet gewoon dat hij dat zo als ukkepuk bijna staat te acteren. Nee, inderdaad. En waarom noemt hem Mad Max? Ja, zijn naam is eigenlijk Max, wat is het, Rokitansky of zoiets? Ja. En ja, hij wordt dan mad, neem ik aan. Als je de eerste film volgt, dan gebeurt er nogal zotte dingen met hem. Dus ja. Ik vermoed daar. Wel, ik zeg, dus er gebeuren twee gebeurtenissen in de eerste film, waardoor het hem eigenlijk een beetje loco gaat. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen, wat? Of moet dat spoilervrij blijven? Van mij wel. Dus luisteraars, heb je de eerste Mad Max nog niet gezien en wil je dat toch doen, dan heb je nu nog de kans om even te muten. Zo 30 seconden vooruit te spoelen. En de Steve gaat het nu vertellen. Ja, dus hij verliest eigenlijk zijn beste maat en collega, de Goose. Omdat hoe cool is die naam ook? Jim Goose. Dat is knap, hè. Met die, eigenlijk, die wordt eigenlijk in brand gestoken. En die overleeft dat dan eigenlijk zelfs. Maar ja, eigenlijk is hij is quasi toch over heel zijn lichaam verbrand. En ik heb ook in een coma gehad, et cetera. Dus dat is... Dat is al een heel gewelddadig stuk wel. Dat is één. En dan twee, zijn vrouw en kindje worden ook opzettelijk overreden. En dat is eigenlijk de druppel. Hè. Ik denk dat iedereen dan wel een beetje meid zou worden. Maar ik vind wel, in het begin van de film gaat hem zo... gaat hem met zijn auto, vol een bak, op een auto in de tegenovergestelde richting tegemoet. Mm-hmm. En hij wil niet wijken, dus hij blijft rechtdoor rijden, waardoor eigenlijk zijn tegenligger gedwongen wordt om aan zijn stuur te trekken en opzij te gaan.
Maar dat is toch ook al redelijk meid. En vooral omdat je dan weet dat hem een vrouw en een kindje hè. Ik denk dat ze er bij ons thuis niet mee zouden kunnen lachen en wij zo op de baan rondrijden. Dus in mijn ogen is hem al van het begin een beetje zot. Ah, wel ja, iedereen, want dat wordt ook een beetje aangehaald, iedereen die dan bij die police force hoort, die wordt na verloop van tijd ook wel een beetje meid. Dat halen ze ook aan van, ik begin meer en meer plezier te scheppen in dat op de weg en dan te racen en te doen. Dus dat, I'm becoming like them. Dus dat wordt een beetje aangehaald dat die police zelf ook van het patje aan het gaan zijn. Ja, inderdaad. Het is zo een beetje hetzelfde vooral als in Robocop. De flikken zijn niet meer sterk genoeg en de criminelen beginnen ze de overhand te krijgen. Hè. Goh, ja, iedereen doet ook altijd heel zot over de eerste film op basis van auto. Op het einde van de film. En ik moet wel zeggen, dat komt heel laat. Hè. Dus het hele Mad Max verhaal, dat komt ja, het laatste half uur of zo maar aan bod. En dan krijgt hem ook zijn iconische wagen, zijn Interceptor, zo'n zwarte, met zo'n vreemde tuning dat er aan gebeurd is. De V8. Dus dat is ook een iconisch personage, en dat zie je dan ook nog wat doorzet in andere films. Maar ik had dat toch iconischer verwacht, want iedereen doet altijd zo van, ah ja, dat is een van de bekendste moviecars. Maar die gaat alles maar kapot, die auto, in andere films. Dus, ja. Ja, het is misschien toch ook omdat ze zo'n klein budget hadden en zo, dat daarom is. Maar ik had het ook wel graver in mijn hoofd. Hè. Nu dat ik die film zoveel jaar later nog eens heb herbekeken, had ik wel zoiets van, allee, deze is nu wel heel crappy. Ah, wel ja, jij zei ook aan de deur toen je de videotheek aan huis van ja, het is een beetje zoals Rambo hè. Je hebt dan Rambo 2, Rambo 3 die hebben een compleet andere toon dan de eerste en dat is inderdaad ook wel zo bij Mad Max. Dit is meer zo ja, serieuzer zou ik het nu niet noemen, maar zo wat meer ja, drama intrist, hè. Er gebeurt van alles persoonlijk, iemand gaat eigenlijk op een soort van vengeance spree. En de tweede is dan toch anders, en de derde is dan nog anders. Dus het is het vreemde eend in de bijt. Terwijl ik Rambo 1 bijvoorbeeld wel beter vind dan Rambo 2. Puur met het opgroeien, dat was vroeger niet zo. Maar nu had ik dat bij Mad Max 1 toch niet. Juist doordat het zo zijn leeftijd wel toont, omdat het dan ook zo van ja, low-budget iets is. Ja, dat it's showing its age. Hè. En door dan het budget is dat nog iets sneller dan een grote productie natuurlijk. Ik vind dat eigenlijk wel meevallen, omdat je nu zegt dat showing is age. Ik vind die achtervolgingen en die crashes dat je ziet, dat ziet er toch allemaal wel goed uit. Ja, het is ook meer zo het knippen en het acteren en ja. Ja, maar die scène, allez, we hebben het nu toch al gezegd, waarin dat zijn gezin ja. Omkomt. Je kunt dat laten zien, of je kunt dat laten zien, like dat ze het in de film doen. En sorry, maar dat shot van dat schoonje dat zo op de weg belandt, dat is echt iets. Ik denk niet dat je dat beter had kunnen. Dat het niet beter is dat je dat in beeld had gebracht. Dus ik vind dat wel. Dat is een beetje de Jaws-oplossing. Hoe minder laten zien. Hey, we hebben de middelen niet, dus we doen het zo. En ik vind dat wel beter. Dat is wel het sterkste punt van die eerste film. Die dramatische scènes. Hey, dat blijft wel hangen. Hè? Met die goose en inderdaad met zijn vrouw en kindje. En er is altijd zo'n dreigend sfeertje. Plus, het leuke aan die Mad Max-films vind ik persoonlijk. De freaks die erin komen, en bijvoorbeeld die Beno, die met het Down-syndroom. Die redneck, zo van incest gebeuren, denk ik. Hè, zo. Dat vind ik altijd, als ik zoiets zie, dan heb ik altijd van, wauw. Ja, een blik achter het scherm, luisteraars. Steve stuurt ook echt dagelijks bijna zo de Goonies, de meme van Slots door. Dus hij is echt wel oprecht fan van dat soort personages. Ja, ik vind dat geweldig. En plus die Beno, daar gaan we het straks nog over hebben, maar die komt nog terug, hè. In een andere film, maar dat is dan voor Sebeet. Oké. Nu, Mad Max 1 was een heel groot succes in Australië, zoals jij ook al zei. Ja. Maar internationaal was dat niet. Dus er kwam ook een vervolg, een sequel, met ook een echte distribution company enzovoort. Daar, als ik me niet vergis, Warner Bros. Maar die noemde niet Mad Max 2. Nee. Dus dat was The Road Warrior. Iemand een idee waarom? Omdat de film
in Amerika bijvoorbeeld niet echt was uitgekomen. En het zou raar zijn dat er dan ineens een 2 op de markt komt, terwijl niemand de 1 nog gezien heeft. Ik denk dat dat de insteek was. Klopt, en de mensen die Mad Max wel hadden gezien in Amerika, die waren er echt niet over te spreken. Dus die zaten ook niet te wachten op een vervolg. Dus heel slim aangepakt, om dan gewoon eigenlijk The Road to Warriors te gaan nemen als titel. Mad Max kwam er zelfs niet aan te passen, origineel. Dus qua marketing kan dat ook wel tellen. In the future, cities will become deserts. Roads will become battlefields. And the hope of mankind will appear as a stranger. You want to get out of here? You talk to me. The Road Warrior. Pray that he's out there. Somewhere. Nu werd de regisseur George Miller eindelijk wel het volledige budget, namelijk 4 miljoen, om te maken wat hem echt wilde maken. En ik vind dat je dat echt wel ziet. De tweede is voor mij en voor velen de beste Mad Max film. Mm-hmm. Ook heel, heel gewelddadig. Nog veel gewelddadiger dan de eerste. Hey, verkrachtingsscènes, armen die wegvliegen, vingers die wegvliegen. Ja, zo van kruisigen en het op de auto's binden van gijzelaars enzovoort. Ja, dat is echt zware, zware kost. En plus, dit is voor mij echt de ideale post-apocalyptische film. Ik kan er geen betere opnoemen. Ik vind dat zo'n zalige film. Die kan ik blijven zien, die en twee. Alles is daar goed aan. Ja, eerst en vooral, wat vonden jullie van die tweede film? Oh, ik vind die niet zo beduidend beter als de één, als ik hem zelfs al beter vind. Waar het er wel beter aan is, is inderdaad, het is een grotere schaal en vooral de grote achtervolging, zal ik maar zeggen, dat is wel fantastisch, zeker voor die tijd. Dat is van 1981, dus dat is echt wel waanzinnig goed gedaan. Maar je hebt daar minder het gevoel... Ja. Hey, vind ik dat er iets op het spel staat. In deel 1 heb je inderdaad, ja, ze zijn uit op hem en zijn familie en hij neemt dan wraak, maar hier is hij zo, ja, hij helpt mensen waar het hem eigenlijk geen band mee heeft, dus qua emotionele is dat niet. Ik heb het vergeleken met zo'n soort van A-team aflevering. Ja, dat is een beetje Magnificent Seven Samurai, een huurling dat eigenlijk iemand anders probeert te beschermen tegen de bandieten. Hè. Dat is dat gegeven, maar ik heb zo minder het gevoel dat er iets op het spel staat, vind ik. Ja, het is inderdaad, dat is wel waar. Maar ik kan geen andere film bedenken, maar volgens mij moet deze toch een beetje de eerste in dat genre zijn. Je bedoelt post-apocalyptisch? Ja, ik weet dat er nog post-apocalyptische films zijn. Maar... Ja, ik heb misschien nog Planet of the Apes of zo. Ja, dat is inderdaad ouder, hè. Maar dit is die brutaalheid. Ik heb dat precies nog niet gezien ervoor. Ook in een 1, hè? Ja, je ziet dat niet, maar in een 1 was er ook al... Ja, maar nu zie je het wel, hè. Ah, wel, maar nu, het is ook, we zijn een x-aantal jaar verder. De intro zegt ook van, ja, oké, we hebben finaal dan die nuclear wars gehad. Ja. Dat was in een 1 volgens mij nog niet gebeurd. Nee. En nu zitten we een beetje verder, zitten we echt in zo dat echte post-apocalyptische... Dus je zit met die gangs en ja, iedereen gaat zo wat terug naar de Stone Age, hè. Ja. Qua kledij, heel excentriek. En je hebt dan die settlers die proberen nog een soort van beschaving te houden met dan hun compound, waar ze dan fuel en stroom enzovoort hebben. Maar over het algemeen, ja, iedereen is voor zichzelf aan het gaan. Dus dat vind ik al cool gedaan. Ja, inderdaad. En volgens mij denk ik dat er echt overal atoombommen gedropt worden. Dat komt er volgens mij in zo'n situatie, denk ik. Ja. En die villain vind ik hier ook weer geweldig. Humongous, de naam alleen al. En het knappen is, iedereen zegt altijd van, maar dat is gewoon een rip-off van Jason Voorhees van Friday the 13th en met zijn hockeymasker.
Maar Friday the 13th is van 1980. Hè? Mad Max 2 is van 1981. Maar in Friday the 13th 1 heeft Jason nog geen hockeymasker. Dat is pas in een van zijn sequels. Dus Mad Max was eerst, die hebben dat idee eerst gebruikt, een villain met een hockeymasker. Geweldig gezien. Dus Jason Voorhees is eigenlijk, ja, heeft het ervan gepikt. En ik denk dat weinig mensen dat weten. Maar gewoon, ik vind die echt geweldig. Hè. Het is een beetje een mysterie. Het is een kerel die ook verbrand is in zijn gezicht. Er komen wat van die smiegelhaartjes van onder dat masker uit. Die is enorm gespierd. Een goede stem. Ja, die wil natuurlijk, hè, je zei het er straks al, die wil een stadje met settlers aanvallen, omdat die daar een oliebron hebben. En dat is enorm belangrijk in die wereld. Dus die wil natuurlijk, die Humongous wil met zijn volgers die olie bemachtigen. En daar gaat film over, hè, maar Humongous, die naam alleen al. Ja, en het is ook... Komt dan ook zo die kerel met zijn vliegtuigje in, met zijn gyrocopter. Dat is ook zo typisch 80's, hè. Zo, dat komt bijvoorbeeld ook in de A-team in een of andere aflevering, dat Murdoch met zoiets vliegt. Dus dat zijn ook zomaar die figuren. Dat kan alleen maar in die wereld ook bestaan. Zo. Ik vind het echt heel goed gedaan, die film. Maar is er eigenlijk, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar de villains, die zien er toch grotendeels uit. Ja, niet gelijk travestieten, maar... Ja. Die ene loopt de hele tijd in een leren broek met een blote kont. Het is zo'n beetje het niveau Mr. Slave uit South Park. Ik vind dat een hele vreemde look. Ja, ik vind dat gewoon een hele vreemde look. Ja, dat is inderdaad iets waar George Miller inderdaad wel echt full voor kiest. Hè? Zo die vreemde looks, dat komt ook in de andere films. En baby's, babypoppen in bijzonder, komen ook heel veel als rode draad in zijn kostuumdesign voor. Maar in een 1 viel dat nog wel mee. In een 1, dat is eigenlijk ja, een vrij realistische film. Maar in deze, ik kan mij voorstellen dat er een apocalypse komt. Ik kan mij niet voorstellen dat dan de mannen zo gaan rondlopen. Ja, maar dat is ook een beetje gebaseerd op de punkerstijl. En dat was ook zo gewoon in die tijd. Die punkers die waren zo op het randje van travestieten. In de New Wave ook. Ja, jij het vooral over, denk ik, die zij vielen. Die had ook in Commando meedoet met Schwarzenegger. Let off some steam, Bennett. Och, is dat een die? Die let off some steam, hè? Den die, hè? Ja, ja, den Bennett. Den Bennett, ja, dat is die en dat is zo heel. Ah, amai, dat die, met zijn saltokers en zo, hè? Ja. En met zijn slaaf eigenlijk in het begin, hè? Die heeft er toch zo'n eentje achterop zitten, ja. Zo. Zo'n liefje, hè? Die net die boemerang. Zijn boemerang in die een boemerang, dat is wel episch goed. Ah, nee, ik wist niet dat het dezelfde was. Ja, ja. Ah, wel, dat is inderdaad. Dat is een kind zonder snor. Die is ontdekt in The Road Warrior, hè? Dus ja, maar je doet dat wel goed, ook al is hij inderdaad zo'n beetje verwijfd. Ik vind dat je dat wel pijnlijk doet. Ja, maar ik zeg niet dat je dat niet goed doet, maar het is toch een beetje... Dat leidt af dat je dat niet eens in een blote kont ziet staan, vind ik. Allee, ja. Dat zand krupt ook overal, hè. Dat is niet moeilijk dat die gefrustreerd zijn. Dat is waar, maar dat vind ik ook ergens het leuke aan die films. Het is zo wat geschift, plus ja, in zo'n situatie... Ik had er vooral met mannen zitten, denk ik. Dan zullen die waarschijnlijk sneller op mannen vallen of zo. Ik weet het niet. Hè. Ja, je komt niet al te vaak een vrouw tegen. Hè. En dan ook dat jongensje met die boemerang. Dat vind ik ook geweldig. Ja, wat een creepy kind is dat ook. Dat is ook wel in Mad Max 2 en 3 en zo. Die kinderen zijn wel zo creepy. Ja, vind je ook niet dat je heel hard lijkt op Will Poulter? Ja, misschien wel, ja. Is dat een bam-bam van Flintstone? Nou, nee. Dat trekt hij ook op, inderdaad. Maar het is niet een dino, inderdaad. Dezelfde stijl, ja. Ah ja, die trekt er wat op. Ja, en dus, je hebt zo'n iemand dat... je hebt een stem dat je gedurende heel de Mad Max-film hoort. Zo'n een bij de inleiding, zo'n een narrator, vernoemen ze dat, of een narrator...
Dat is, mm-hmm. dat is blijkbaar dat jongensje in een toekomst. Dus die vertelt zogezegd het verhaal van Mad Max, dat boomerang jongensje. Ja, dat gaan ze, op het einde van de film wordt dat inderdaad duidelijk. Hè, van, I will become the chieftain of the free tribes of zoiets. En dan zoomen ze zo wat in op dat creepy boomerang kereltje. Ja, dat vind ik wel een heel tof gegeven, die verteller. Dat zorgt voor zo'n soort ja, mythische sfeer ook, omdat... Ja, ik vraag mij soms af hoe realistisch dat allemaal is, ook in die wereld. Dat lijkt mij zo meer... Ja, kampvuurverhalen eigenlijk, die verteld worden. Er zit ook niet continuïteit in. Je kunt die in twee perfect zien, zonder dat je die in één hebt gezien. En ook qua tijdlijn... Ineens in de twee staat is de situatie zoveel erger. In de ene heb je inderdaad nog een soort rechtssysteem en een roadside diner. Ik zou het niet willen gaan eten, maar het is er wel. In de twee lijkt dat allemaal echt een heel ver verleden te zijn, terwijl hij zelf is niet veel ouder geworden of zo. Dus het zijn zo... Ja, wel ja, ten 2 en een 3, 1, 2, 3, dat kun je nog een beetje bevatten in een tijdlijn met heel veel moeite. Maar dat zou nog kunnen. Maar dan zit er nog met Fury Road en dan Furiosa en dan comics en prequels en weet ik allemaal nog wat. En dan zegt George Miller ook van ja, ik heb eigenlijk nooit Mad Max geschreven als een doorlopend verhaal. Ja, dat was gewoon een universe waar dat dan verhalen in circuleren. En zoals je zegt, kampvuurverhalen. Over de Road Warrior. Maar wie de Road Warrior is, dat hangt af van wie het vertelt. Ah, ja. Dus het is inderdaad logisch dat er dan zo geen samenhang in zit. Wat ik wel een gemis vind, persoonlijk. Ik hou wel van samenhang. Want dat eindigt ook altijd zo ineens. Hij is zo gewoon... Hij is de Road Warrior en hij verdwijnt in de woestijn. Zo, ja. Ik vind dat wel tof. Exact. Dat komt altijd terug. Dat is een patroon. Ja, en Maarten, daarnet word je nog even bezig met die met zijn helikoptertje. En dat vond ik ook wel een heel leuk personage. Dat je zo in het begin uit de grond springt met zijn slang. Ja, absoluut. En dan dat helikoptertje. En uiteindelijk dan zo een team wilt vormen met Mel Gibson, maar die wil dat niet echt. Maar die helpen elkaar dan wel de A-team-stijl door het verhaal. En zo'n beetje een Howling Matt Murdock. Ja. Dus ja, heel cool personage. Die acteur komt dan ook nog eens terug in Mad Max 3, in een totaal andere rol. Dus dat is ook al verwarrend, als je die films na elkaar ziet. Er zijn zo nog acteurs, ook in de nieuwe films, die zo terugkomen in een totaal andere rol en niks te maken hebben met hun vorige. Maar speelt hij niet hetzelfde personage? Nee, dat lijkt zo, maar dat is helemaal niet. Inderdaad, maar er zijn wel zo... Ja... Ook een vliegtuig en zo, dat leek mij echt wel... Ah, wel, maar hij kent dan Mad Max niet meer en hij doet dan een totaal andere naam. Dus ja, dat is echt een andere, maar dat is wel dezelfde acteur. Dus, Ja, dat vind ik wel jammer dat ze dat niet duidelijker hebben gemaakt, dat dat wel dezelfde is. Ja, volgens de fanbase zijn er zo wel geruchten dat het dan toch dezelfde is, maar inderdaad, dat kan niet kloppen, hè, want dan zouden die elkaar nog kennen. Hè. Ja, dat was mij niet opgevallen. En dus hij had een budget van 4 miljoen, wat eigenlijk wel oké was voor een grote productie in die tijd. En hij heeft 24 miljoen opgebracht. Dus dat is nog altijd wel een groot succes. Maar dus Mad Max 1 had 100 miljoen opgebracht. Hè? Dus dat is wel een vierde van, mm-hmm. van de 1. Dus dat is wel... Ik snap niet goed waarom dat die 2 het minder goed heeft gedaan, dat kan ik niet goed vatten. Want dat is zo'n goede film. Ik vind het ook echt een ongelooflijk goede film. En ik had de Mad Max misschien ooit wel eens gezien, maar ik wist er niks meer van. Malve Tina, waar we er zo dadelijk op gaan komen. Ja. Maar ja, ik vond een 2 echt bangelijk. Dat is 80's op en top. Hè. Ik zeg het, een 18 aflevering is er niks tegen. Ik vind het echt heel cool gedaan. En ook alles praktisch, die vehicles, dat compound. Ja. Je ziet dat er heel weinig effecten aan te pas komen. Echt heel goed gedaan. De eerste twee waren denk ik vooral Australische producties, maar de derde is een Amerikaanse productie, dat klopt denk ik. Hè? Goh, ze zijn allemaal wel gefilmd in Australië, behalve Fury Road. Ja. Daar zullen we straks nog toe komen, dus ja, het lijken mij wel Australische films te zijn. De eerste natuurlijk nog veel meer, omdat dat allemaal heel low-key was en een beetje doe-het-zelf.
Maar vanaf de tweede begon het studiosysteem ook mee te spelen. Wel, en ik vind dat je dat vooral in een derde gaat zien, dat dat meer echt een studiofilm is. In een derde, van 1985, Beyond Thunderdome, is ook de enigste met een PG-rating. Dus al de rest is rated R, dus 18+. Mm-hmm. Maar dus een Beyond Thunderdome... konden dus de kindjes gewoon met de mama en de papa mee naartoe. En ik vind dat je dat wel keihard ziet. En dat vind ik heel jammer. Ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Ja. De derde is inderdaad een beetje meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Hoek of zo. Jawel, dat is echt een onding. Dat is echt Hoek. Dat is inderdaad een beetje een kinderfilm. Ja, er komt dan ook zo'n een kleine persoon in. En dat is dan zo'n soort van, ja, Oompa Loompa-figuur. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. The world had been through a trial by fire. And only the greatest warriors and their deadliest enemies emerged from the flames. Who are you? Nobody. I'm still. I can feel it. The dice are rolling. He was the one they called mad. But he's just a raggedy man. But to those whose lives hung in the balance... Where's the whiting ones? Whiting for what? Whiting for you. He was the one they called hero. Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. Now, Mad Max is back in Beyond Thunderdome. Oorspronkelijk wou blijkbaar die George Miller geen een derde Mad Max film maken. Die wou een post-apocalyptische Lord of the Flies film maken. Dus er is al eens een film geweest over kindjes die op hun eentje op een eiland moeten overleven. Hij wou hetzelfde doen, maar in een toekomstige setting. En toen dat hem dat vooral aan het schrijven was, op den duur had hem dat dan toch een beetje gemixt met Mad Max. Dus, en ik vind dat je dat wel heel hard ziet, dat Lord of the Flies gegeven, inderdaad, dat hoek gegeven van die kindjes in het bos, dat is zo jammer, vind ik. Ja. Ik vind dat heel storend. Die film bestaat uit twee delen. Enerzijds Mad Max deel. Hij komt aan in Bartertown, geleid door Tina Turner. Ja. Dat vind ik op zich een heel goed deel. Dat is typisch Mad Max. Er is een stadje ontstaan met een soort van wetsysteem. Maar ja, oké, denk op niks. Maar ze proberen toch een beetje de beschaving dan terug te vinden. En aan het tweede deel, dan gaat hem door de woestijn. En dan komt hem in een soort van Peter Pan Neverland vallei aan. Waar dan allemaal kinderen zitten te wachten op een van de denkbeeldige piloot. Ja. En dan gaan ze een soort van liberation doen van dat Thunderdome-stadje. Dus ja, heel vreemd. Die toon klopt volledig niet. Nee, en als je hem zou opdelen in drie acts, die een eerste act inderdaad is nog... heel goed, gelijk dat je net beschrijft. Maar inderdaad, vanaf de tweede act gaat het helemaal de mist in. Hè. Het begon zo goed, leuke soundtrack. Die Tina Turner vond ik ook nog wel... Ah, wel, ik vond dat hij best goed acteerde. Ja. Ik weet, David, ik heb uw grappige review gelezen op Letterboxd van een aantal jaren geleden, maar ik vond dat Tina Turner dat best nog wel goed deed. Ja, het was ook minder erg dan ik het mij precies voorstelde. Dat moet ik wel zeggen, maar van u te zeggen dat hij dat echt fantastisch doet... Ja, geen Oscar-materiaal, maar dat was heel die film. Ja. Maar inderdaad, ik dacht dat het erger was. Maar mijn mening over die film in die review is eigenlijk voor de rest toch wel niet echt gewijzigd. Ik vind het een verschrikkelijke film. Ja, ook in mijn hoofd was hem veel beter, maar ik had hem bekend afgezet vanaf dat die kinderen erin kwamen. Ik dacht van, god, wat is hier gebeurd? En het is inderdaad wat je daar juist zei, hij heeft die film zo afzonderlijk geschreven en je ziet echt wel een heel groot verschil in toon tussen 1, 2 en 3. Dat zijn echt... Ja. Oké, het zit allemaal in de woestijn en zo, maar voor de rest, ja... Heel vreemd. Past echt niet... Ik snap dat een 2 nog verder borduurt op de 1, maar die 3 past daar dan helemaal niet in, eigenlijk. Ja, het eerste deel dan weer wel, hè. Maar vanuit ja, Peter Pan... Ja, de film is een volledige film, hè. Je gaat hem niet afzetten. Ja, je kunt hem afzetten, maar... Nee, maar ja. Toen ik jonger was, vond ik dat wel leuk, dat gegeven. Maar dat is waarschijnlijk... Ja, dat spreekt kinderen al, hè. Die... Wat ik wel beter vond dan die 3... omdat je er straks zei, deel 1 is een low-budget film, mm-hmm. Maar als je dan die film afzet en de aftiteling komt erop, Music by Brian May. En ik denk, allee, Brian May. Dat was wel een behoorlijke naam eind jaren 70. Maar dat is een andere Brian May. Ah,
Ah, dat is niet die van Queen. Nee, dat is niet die van Queen. En ook die muziek in deel 1 en 2, vooral in 2 viel dat op met de grote achtervolging, dat zijn zo van die strijkers zo heel een tijd. Zo. En dat stoort mij een beetje. De muziek in 3, dat is iemand anders, vond ik wel veel beter. Ja, dat wel. Ja, was dat geen jaar? Ja, dat is inderdaad, ja, klopt. Ja. Nee, dus dan... En Mel Gibson was dus op dat punt in 85 nog steeds niet heel bekend, hè. Die Lethal Weapon is pas in 86 uitgekomen, hè. Ik denk dat hem enkel ook in 84 of in 83 de Bounty had gedaan met Hannibal Lecter daar. Die film met die boot. Hopkins. Maar dus dat was nog altijd geen grote naam, terwijl dat ik wel het gevoel had dat hem heel oud overkwam in Mad Max 3. Dus ik... Dat is ook met zijn hoofd. Hij was heel onderkomen. Het is helemaal William Wallace in het begin. Ja. Je zou hem zo in Baywalk kunnen zetten. Inderdaad, maar dat is dan nog 10 jaar later dat die film pas uitkomt, denk ik. Dus ja. Dat is wel... maar ik wist niet... 85, dat is eigenlijk ook al oud. Ik wist niet dat die een Thunderdome al van zo lang geleden was. Dat voelde eerder aan in mijn geheugen als zo 1995 of zo. Exact. Bij mij ook. En ja, er zaten nog altijd wel veel leuke ideeën in. En er zijn ook heel veel theorieën, daar heb ik er straks iets over gezegd. Die en Benno, die met Down-syndroom van de eerste film, dat zou echt die en Blaster ook zijn. Dat is ook de reden... waarom dat hem die niet wilt doden, eigenlijk. Omdat hem die kent. En hij ziet er ook juist hetzelfde uit, hè. Het is ook iemand met het... Ah wel, maar is dat dezelfde acteur? Dat niet. Hij ziet er wat hetzelfde uit. Dat niet, maar je moet er maar eens op googlen. Je vindt echt zotte dingen, dat het dan toch blijkbaar zijn achterneef is, of ik weet niet wat dat ook was toen in de een. Maar ja, dat vond ik nog wel een leuk gegeven. Ja, ik stoorde me wel heel hard om die master dan, die een dwerg, dat die zo gebrekkig praatte. Ja. Ik had bij heel die film had ik zo'n soort van Ewok-movie gevoel, hè, met dan die kindjes. En je hebt dan zo, de kleine persoon die dan zo vreemd zich te praten en te doen. En, ja. Ja, maar dan met die varkensmest was keigoed gevonden, dat het dan de energiebron was van die stad. En die kooi en zo, dat was ook nog wel leuk, een gladiatorgevecht. Ah, wel, dat is dan de Thunderdome, ja. Eigenlijk. Hè? Daar worden dan eigenlijk soort van, met een gebrekkig rechtssysteem, worden daar de ruzies dan uitgevochten. Hè? Two men enter, one may leave. Dus, exact. En met zijn vliegtuigje was ook weer geweldig in deze film. Dat hij in het begin dan al... De Max, alles van de Max afneemt, dat was toch echt wel een zotte scène, hè? En wat ik ook een pluspunt vond aan deze film, helemaal op het einde, er is terug zicht op wat ooit beschaving was. Met het vliegtuig gaan ze uiteindelijk ergens naartoe. Aan de Opera House kunnen we dan zeggen dat Sydney is. En ze gaan dan, die kinderen dan, gaan daar dan proberen terug op te bouwen en dan de geschiedenis te vertellen aan de newborns. En zo wordt dan ook het hele Road Warrior gebeuren doorgegeven van generatie op generatie, terwijl ze terug de beschaving proberen opbouwen. En dat vond ik wel een hele leuke touch. Ja, wel, inderdaad. Hè. Maar ze zouden het zo wat meer een R-rating terug moeten geven, iets minder kinderlijk. Dat had ook gekunnen, hè. Dan had het misschien wel beter geklopt in zijn geheel. En dan had ook zo nog een zijvillen dat heel irritant was, die met zijn maskerje boven zijn hoofd. Ja, die ging maar niet dood. Wat die mensen allemaal meemaakt. Ja, alleen inderdaad, die ontploft zelfs en dan ziet hij gewoon zwart gelijk in de tegenfilmpjes. Allee, dat is toch klopt, echt erg... Ah, wel, ik vond de film niet zo slecht als jullie mij deden geloven. Maar dat is ook omdat mijn verwachtingen lagen echt bitter laag. Hè. Dus voor mij is het zo net geslaagd, maar het was niet goed, hè, voor alle duidelijkheid. Hè, maar, Nee. En dan bij de eindaftiteling ook, dat liedje We Don't Need Another Hero en zo, dat is echt wel... Dat is allemaal geweldig, hè. Maar
ja, ik heb het gevoel... Topnummer. Ja, topnummer. Ja. Ik heb het gevoel, is die dan geplooid voor de studio's om dan meer volk naar de cinema te trekken en het minder gewelddadig te maken? Of, allee... Het is... Ja, ik denk ook dat je niet mocht onderschatten hoe vreemd dat George Miller in elkaar zit. Uiteindelijk, die heeft die wereld bedacht, maar zoals David ook al zei, een toon van 1, 2 en 3 gaat zo ver uit elkaar. Volgens mij is dat gewoon in zijn hoofd ook zo. Hij begint die een verhaal te schrijven en gaat dat alle kanten uit. Ja, misschien wel, hè. Maar bijvoorbeeld, je zei het zelf ook, bij Rambo is dat ook, hè. Die 1 en 2, dat is gewoon, je zou, kan niet zien dat dat een franchise is, zo verschillend is dat. Mm-hmm. Maar, ja. Klopt. Maar op zich, ja, terecht wel dat Mad Max de coolcast inging na 1985. Ja, ook geflopt eigenlijk. Een budget van 10 miljoen, 36 miljoen opgebracht. Dus technisch gezien geen flop, maar hij had ook eigenlijk niks opgebracht. En dan zijn we, ik denk 2015 of zo, tegen dat Mad Max terug relevant wordt. 30 jaar later, hè? Inderdaad, 2015, Mad Max Fury Road. Dit keer zonder Mel Gibson, maar met Tom Hardy. Dat is, ik vind dat, ja, dat wisten jullie al lang, een superfilm, die Fury Road. Maar ik vind dat wel, ik vind toch een beetje een ongelukkige casting, persoonlijk. Tom Hardy. Goh, ik heb daar weinig problemen mee eigenlijk. Nee. Met de casting, met de film meer, maar daar zal ik straks op ingaan. Maar... Ja, maar dus blijkbaar, Mel Gibson voelde zich eigenlijk er zelf te oud voor, omdat dat ook een film is waar je veel stunts in moet doen. Dus hij had eigenlijk zelf wel min of meer een handdoek in de ring gegooid. Dus het is niet... Dat hij wou eigenlijk gewoon niet meedoen. Dus daarom moesten ze een andere acteur kiezen. Hebben ze voor Tom Hardy gekozen. Hij speelt zijn eigen zogezegd ook wel 30 jaar later of zo af, na de 3. Dus er zou weer een enorme tijdssprong zijn. Wat ook wel raar is, want hij lijkt nog altijd even jong, die Tom Hardy, dan hij met Max was in de vorige films. Ah, wel, dat is dan het gebeuren van, er zit geen continuïteit in de figuur van Mad Max. Het is gewoon een soort van mythes en legendes over de Road Warrior. Ja, inderdaad. En dit is dus weer ietsje geschifter dan de voorgaande films, maar wel terug een R-rating, wat ik geweldig vind. En dat zie je ook wel direct. Het is terug brutaler. Ja, het speelt zijn eigen af rond een citadel in het midden van een woestijn, waar Immortan Joe vertoeft. Dat is dus de grote villain van de film. Tevens dezelfde acteur als de toe-cutter van een eerste Mad Max-film. Officieel gezien zijn het twee aparte personages, maar er zijn ook weer van die wilde theorieën rond dat toch die een toe-cutter van een eerste film zou zijn. Maar dat is nooit officieel bevestigd. Maar dus komt erop neer, die kerel die heeft eigenlijk een monopolie op het water. Dus die is enorm machtig, want alleen hij heeft eigenlijk toegang tot drinkwater. Die werkt samen met twee andere bedrijfjes. Enerzijds de Bullet Farm, die hem kogels geeft in ruil voor drinkwater of melk. Hey, want die Immortan Joe, dat is ook wel graaf. Die heeft zo'n afdeling met vrouwen die constant borstvoeding geven en dan melk genereren. Dat eigenlijk die Immortan Joe gebruikt als ruilmiddel voor die kogeltjes. En dan is er nog een derde bedrijf die de olie voorzien. Dus dat is wel knap gezien dat je zo een businessplan hebt tussen drie bedrijven die van alles uitwisselen met elkaar. Cool, blimey. Nerd alert! Ja, dat zijn ook de enige, moet ik het zeggen, enige vormen van
een soort van netwerk in heel de wasteland. Hè? Dat je hebt dan die drie dingen en dat is het. Hè? Voor de rest is er ook niks van nee. bijzonders meer. Hè? Die drie entiteiten proberen dan nog wat beschaving te brengen, maar ook niet op de goede manier. Hè? Dus, het is wel onder de knoet dat ze allemaal worden gehouden. En deze ook zo wat de eerste film dat je precies het effect ziet van die atoombommen. Dus je hebt nu eigenlijk echt mensen die allemaal van die kankertumors hebben ten gevolge van de radioactiviteit. In die citadel, dat vind ik ook wel leuk, die Immortan Joe, die heeft blijkbaar een fetish. Die houdt van bloed, mooie vrouwen. Dus dat is... die heeft zo'n hele harem van vrouwen die eigenlijk voor hem... zonen moeten genereren. Jozef. Wat heb je toch nu weer uitgezet, Jan? Ah, wel ja, er is ook een soort van comic-lijn. Die gaat eigenlijk nog een prequel of Fury Road. En dan zie je ook dat Immortan Joe, dat daar ooit een soort van generaal was of majoor, ik weet nu niet, in het leger tijdens dan die Atomic Wars. En op een gegeven moment gaat hij dan met een groep van soldaten, gaat hij een rogue, omdat hij ook ziet van, dat komt hier niet meer goed. En dan probeert hij eerst als bende te zwerven, totdat ze dan de citadel kunnen veroveren. En dan wordt hij eigenlijk de grote heerser van heel het wasteland. Dus op zich, het toe-cutter verhaal wordt daarmee wel volledig van de kaart geveegd door George Miller zelf. Ja, maar dus die comics zijn pas na de film uitgekomen, hè? Niet ervoor, hè? Dus... Klopt, ja. Om meer duidelijk te geven. In zijn eigen hoofd ook wat veranderd is. Hè. Maar inderdaad, het hoeft zeker niet hetzelfde personage te zijn. Maar het is wel... Het is echt weer een coole villain. Hè. Ook heel mysterieus. Ik vind dat geweldig, die mysterieusheid. Maar jullie zijn daar minder van denk ik. Hè. Jullie hebben graag... meer duiding van alles, als ik het goed begrepen heb? Ja, op zich. Wat er gebeurt in de film is, je komt terecht in een wereld. Ik had ook Mad Max daarvoor nooit bewust gezien. Maar heb je ook niet nodig, want dat gaat er eigenlijk helemaal ook niet over. Maar dan gebeurt er iets. En ze gaan van punt A naar punt B. Oké, punt B wordt niet verklaard wat dat dan echt is. Maar punt B bestaat dan ineens niet meer. En dan is het van, we gaan terug naar punt A en we gaan daar proberen dan de heerschappij te krijgen. Dus er wordt zo heel weinig geduid van wie is wie, wat is de gasform, wat is de bulletform, wie is de Immortan Joe, wie is Furiosa, want die komt er dan ook al in. Wie is Mad Max in dit gebeuren? Er wordt heel weinig achtergrond gegeven, ook bij die War Boys en heel die religie dat ontstaat en dan die vrouwen die daar ineens zitten. Dus het was voor mij... te weinig. Het was te weinig achtergrond om echt te kunnen zeggen van amai, wauw, een goede film. En David, jij denkt er ook zo over, hè? Over die weinige achtergrond, punt A naar B. Ja, ik heb wegens tijdgebrek hem niet opnieuw kunnen zien, maar ik heb je dus gezien, kort nadat hem is uitgekomen, ik heb je wel thuis gekeken, maar ik heb je echt willen afzetten. Ik vond dat een verschrikkelijke film. Daar zat inderdaad te weinig verhaal in, dat was voor mij niet duidelijk. Dat was ook zo... een sensory overload, dat was zo luid. Ik weet het niet. Voor mij was het echt niet goed. Ook Mad Max zelf, ik vond dat ook geen Mad Max film, omdat Mad Max eigenlijk een nevenpersonage is. Wat is in uw eigen favoriete film. Film aller tijden? Dat zal denk ik Silence of the Lambs zijn. Nou, ik dacht The Good, The Bad en The Ugly, maar dat is ook... Wel, daar zit ik... Dat is de top 3. Oh, Godfather, Good, Bad and Ugly, Silence of the Lambs. Dat is wel interchangeable. In The Good, The Bad and The Ugly, je weet niet wie het de man with no name is, in geen achtergrond. Angel Eyes, The Villain, The Bad, ook geen achtergrond. Je weet ook niet wie het dat is. Die en Ugly, je weet eigenlijk ook niet wie het dat is, maar je weet wel dat die in een strafblad overal gezocht is. Die mensen gaan ook van punt A naar B. Punt B is een plaats waar een schat begraven is. Dus ook daar hebben ze quasi niks van achtergrond, niks van verhaal. Maar snap je, het is niet per se nodig om die zaken te hebben. Nee, in The Good, The Bad and the Ugly inderdaad stoort me dat zeker niet. Hoewel dat... Ja, ze gaan ook wel op zoek naar hun schat. En dat is op zich al... Dat is de quest... Hier ook, hè. Ze gaan ook naar een, ze zoeken ook
een soort van... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wat ze gaan zoeken. Het is bij mij zo lang geleden. Ik weet het eigenlijk totaal niet meer. Ah wel, dat wordt ook niet gezegd, volgens mij. Hey, uiteindelijk, nu met Furiosa te zien, weten we dat we ze naar de Green Place zoeken. Maar in Furiosa komt dat volgens mij helemaal niet aan bod. Daar gaan ze gewoon naar A Place of Abundance. Ja, ik denk dat ze... Dat wel duidelijk is dat ze naar een oase proberen te gaan. Maar in de eerste plek wil zij gewoon ontsnappen. Hè? Dat is al genoeg aanleiding, denk ik. Als je zo binnen een tiran zit... Ah wel, maar ze wil daar ontsnappen. Maar dan ineens, na een kwartier, kruipen daar zo bloedmooie vrouwen uit aan die een tuk. Dan heb je toch zoiets van... Wie zijn jullie nu? Waar komt de gulp van? Een film is meer dan enkel het verhaal. Wat je bij The Good and the Bad ook is je fantastische muziek. Je mm-hmm. hebt een fantastische Clint Eastwood. Je hebt een fantastische Eli Wallach, denk ik dat het is, dat een toekomst speelt. Ja. Dat speelt zijn dan ook zo wat af tegen de achtergrond van Amerikaanse burgeroorlog. Dat vind ik allemaal wel leuke gegevens. Terwijl hier zat er voor mij ook niks in, behalve de stunts die zijn knap gedaan. Maar ook qua muziek, die met zijn gitaarknet daar op die camion hangt. Dat is allemaal zo luid. En ik weet nog... Dat ik de moment dat ik de film wou afzetten, dat was juist dat die Nicholas Holt die speelt daarin mee. Ik weet niet wat dat personage heet of wat hij doet, maar dan roept hij zoiets van, oh, it's a glorious day. Je zit de hele tijd te roepen. Ik vond dat verschrikkelijk. Het is natuurlijk een actiefilm in de eerste plaats. Die met zijn gitaarke, dat hoefde voor mij ook niet, maar dat is Blackboard in George Miller. Zijn favoriete scène, dus... Ik weet ook niet waarom, maar dat is ook blijkbaar een bekende Australische gitarist die wij absoluut niet kennen. Ja, dat is inderdaad ook wel, ik snap dat wel, als je zegt over Amerikaanse burgeroorlog en zo, dat is ook zo die mannetjes met hun fluiten en met hun trommeltjes, dat is nu het equivalent van dat ventje, hè? Gigantische speakers en gitaar, iedereen opzwepen en het armada dan laten rondgaan in de woestijn, hè? Dus nog wel respect voor die keuze, inderdaad, maar hoefde voor mij inderdaad. Maar dus ja, hij had ook een budget van 150 miljoen deze keer. Wat dus enorm veel meer is dan Thunderdome, want hij had een budget van 10 miljoen. En hij heeft er 380 opgebracht. Dus ook weer zeker geen kassasucces, maar ook geen flop. Maar dus daarmee verbaast het mij eigenlijk wel... Dat er nog een vervolg komt uiteindelijk. Ondanks... Hij is wel heel goed onthaald, zowel door de journalisten en door het publiek. Dus ik dacht misschien daarom... En eigenlijk was die film al geschreven samen met Fury Road. En voor mij komt daar ook de aap uit de mouw toen ik dat las. Ik miste in Fury Road heel veel background en heel veel soort van setting. En ze hadden dat ook al door tijdens het schrijven van Fury Road. Dus ze hadden daar al een prequel voor geschreven. Toevallig ook al volledig in screenplay vorm. En de acteurs moesten dat lezen alvorens ze aan Fury Road gingen beginnen. Dus heel dat verhaal van Furiosa, die dan als kind gekidnapt wordt in The Green Place, voor Immortan Joe gaat werken, enzovoort, enzovoort. Dat was al beschikbaar toen dat Fury Road heeft gefilmd. Dat was al af. Dat moest dan enkel nog gemaakt worden, wat uiteraard heel veel geld kost. Maar het idee was eigenlijk al kant en klaar voor de studio. Kijk, hier is ons screenplay. We kunnen beginnen aan de volgende film. Ja. Ja, het is, ik moet nu wel zeggen... Die Furiosa vond ik wel een heel leuk personage. Maar ik denk dat de wereld daar precies niet op lag te wachten. Op een film over haar alleen. Die film is voor mij te lang. Dus dat is een contradictorisch wat ik nu ga zeggen. Maar die hoort eigenlijk samen met Fury Road. Voor mij is dat één film. En zoals bijvoorbeeld Fury Road... Dat wordt helemaal niet gekaderd in de film Fury Road. Wat is nu Fury Road? Terwijl in Furiosa wordt dat wel gezegd, de verbindingsweg tussen Gas Farm, Bullet Farm en dan de Citadel. Ja. Dus die films, ze moeten die eigenlijk samenvoegen. En dat kan dan misschien in een part 1 en een part 2, hè? Maar dan moeten we wel beter uw verhaal indelen. Nu is de verhaalindeling over die twee films voor mij onvoldoende. Whatever you have to do... However long it takes. Promise me you'll find your way home. Furiosa. Maar dus, George Miller wou dus oorspronkelijk met Mad Max de Eerste
wou eigenlijk geen dialoog in gebruiken. Hij wou eigenlijk een stille film maken met alleen achtergrondgeluiden en motorgeluiden. Hij wou zo iets meer een arty-farty tour op gaan door het eigenlijk zo aan te pakken. En dat komt wel in al zijn films terug. Inderdaad, je hebt weinig achtergrond buiten in Furiosa dan. Maar dus zijn grootste pluspunt is ook zijn grootste minpunt, denk ik, gebleken voor vervelen. Hè. Ook, hij wou ook alle films in zwart-wit uitbrengen. En uiteindelijk heeft hem dat alleen maar in een soort van director's cut versies gedaan achteraf. Zowel Furiosa als Fury Road zijn of zullen in zwart-wit te bezien zijn ook. Nou, daar ben ik al benieuwd naar die Blood and Chrome edition van Fury Road. Want dat stoort mij ook enorm. Fury Road, ik heb de making-of gezien. Er zijn er verschillende. Er is maar één de moeite, dat is Maximum Fury. Oh, en dat gaat ook over de stunts die ze uitvoeren. Dus alles in die film hebben ze echt met stunts gedaan. Dat was fantastisch, hè? Ze hebben dat laten zien. Ook zo die crash op het einde van die met zijn gitarretje tegen de Warwick. Dat is allemaal echt gebeurd. Ja. Maar ze hebben dat dan allemaal met CGI dingen aan liggen toevoegen. Zoals een stuurtje dat dan in hun gezicht vliegt, of die gitaar dat zo ineens naar u komt enzovoort. En ze hebben ook elk shot dat ze hadden gedaan, hebben ze ook qua kleuren nog eens aangepast. Dus alles wat je ziet, lijkt dan opeens fake. En dat stoorde mij bij de eerste run heel hard. Dus ik ben heel benieuwd aan die Blood and Chrome edition, want daar gaat dat misschien anders aangepakt worden. Daar gaat zo die vieze CGI geel of oranje kleur, die gaat daar misschien niet in zitten. Ja, het gekke is, in de bioscoopversies heb ik mij er nooit ongestoord aan dat kleurenpalet, maar wel, toen ik die Fury Road thuis nog eens opnieuw zag, had ik ook wel zoiets van dat hij inderdaad wel wat fake leek. Maar dus het gekke is, blijkbaar maar 5% van die film is CGI. Hè? Dus dan is het dan wel jammer dat die 5% het dan een klein beetje visueel om zeep heeft geholpen. Hè? Ja, wel, ze maken het ongedaan en ik vind dat ook een beetje disrespect naar die stuntmannen. En dat zie je dan in die heel korte documentaire. Die mannen, ja, dat zijn echte vakmannen, hè, wat die daar hebben gedaan. Je ziet het dan ongealterd dan op het beeld in die documentaire. Ja. Dat is zo fantastisch. Je hoeft daar helemaal geen kleurenpalet over te gieten of een CGI-stuur bij te maken. Dat was allemaal practical, zoals in de eerste drie films. Laat dat dan ook zo. Je moet daar niet speciaal liggen doen. En dat vind ik, ja, dat is een grote fout van Fury Road. Ik had hetzelfde gevoel gehad, Steve, als jij over die film. Mocht dat niet gebeurd zijn, dan was dat voor mij de beste Mad Max film geweest. Ja, dat is echt, ja, inderdaad, jammer. Het is vooral met mijn verdere viewings dat ik het ook zoiets had. Van, allee jongens, wat is dat met die kleuren? En hetgeen wat mij ook stoort in alle Mad Max films, en ik weet niet waarom dat ze het doen, soms spelen die het af om dubbele snelheid. En je ziet dat keihard. Dat onrealistisch. Klopt. Ja, in de oude films kan je dat nog in beelden, want er was geen computerverhaal, dus dan lijkt het alsof ze sneller gaan. En het gaat ook allemaal over speed enzovoort. Maar in de nieuwe vind ik dat heel bizar. Ja, en ook, je ziet dan ook die mensen zo dubbel zo snel met hun armjes zwaaien, en dan zie je gewoon dat dat versneld is, hè. Ja, dat is een zeker Benny Hill gehalte. Maar doen ze dat in Fury Road ook nog? Ja, ook daar. Maar daar is het precies ietsje minder enhanced. Maar toch, je hebt dan een auto, en je ziet dan het auto ineens tegen 180, van 0 naar 180 gaan. Zo van die dingen. Dus dat zijn van die details dat wel jammer zijn. Inderdaad, Benny Hill, hè. I'm Furiosa! The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic? En dan nu, ja, Furiosa dan als laatste film, ja, slash deelfilm dan in mijn ogen van Fury Road. Maar wat vonden jullie van Furiosa, de film aan zich, als we even de rest buiten beschouwing laten? Die vond ik pakken beter dan Fury Road. En je weet ondertussen waarom. Hier zit achtergrond in.
hier kun je meevoelen met die personages. En dat maakte die film voor mij veel beter. Ook wat jij wel zei, veel te lang, doet er een half uur af. Maar zeer, zeer, zeer degelijk. Ja, wel, ik vond Fury Road al geweldig, maar die Furiosa vond ik nog veel beter. Inderdaad, ja, die extra achtergrond vond ik ook wel leuk. Ook van die kleine dingen, hè. Bijvoorbeeld de baas van de Bullet Farm, dat is dan blijkbaar de broer van Immortan Joe. Die ziet er ook krak hetzelfde uit. Dat vond ik wel leuk. Ja, ook Furiosa, heel interessant personage. Nu komt eindelijk te weten waarom dat hij een arm mist, van waar dat hij komt, waarom hij inderdaad als ze terug naar die plek wilde gaan. Ook ja, Mad Max vond ik het grootste minpunt aan Fury Road. Die zit er hier niet in. Ook leuk. Ja, in een scène van 2 seconden zie je hem even. Hetzelfde shot als in Fury Road, met zijn auto kijkend over de woestijn, waar dat dan gerommel is. Die Charlize Theron deed dat geweldig in Fury Road, maar ik vind dus die haar verjongde versie, hoe heet die actrice nu weer, van Furiosa? Anya Taylor-Joy. Ah, wel, die doet dat echt wel steengoed. Hè? Dat is echt een heel goede actrice. En ook al is er niet veel dialoog... Wel, ik vond dat hij weinig meerwaarde heeft. Als je nu Charlie Strong terug had genomen, misschien die age dan, wat ook natuurlijk zijn nadelen heeft, maar dat had voor mij even goed geweest. Ik vind dat Taylor Joy een goede actrice, hè, daar niet van, hè, maar heeft voor mij weinig meerwaarde. Komt ook heel laat in de film, omdat er It Takes Its Sweet Time met heel dat verhaal van gekidnapt worden en dan bij die dementes opgroeien enzovoort. Dat duurt voor mij veel te lang. Misschien als hij er vroeger had ingekomen, had dat misschien beter geweest. Ja, ja, ook weer een geweldige villain, hè, die in de Mintes. Ah, wel, maar die zijn rol mocht voor mij ook kleiner. Maar dat past ook in heel mijn beeld van part 1 en part 2 Fury Road. Hè. Die zijn roltje mocht dan kleiner, zodat je daar een soort van samenvoeging van die twee films misschien kon maken. Hè. Maar ook, dus die in de Mintes, die een acteur, die speelt normaal altijd heroes. Hè, die Chris Hemsworth... dat is volgens mij de eerste keer dat hij een villain speelt. En die doet dat toch echt wel goed. Ik heb daar ook wel van genoten. Ik vond dat een heel aangename verrassing. Het is inderdaad, je vereenzelvigt je zo met die rol van Thor. Ik weet niet, zo direct niet met hem voor de rest nog allemaal gedaan. Hè. Maar om die inderdaad als villain te zien, je ziet dat hij zijn eigen amuseert. Dat is wel heel tof. Mm-hmm. Ja, zo wat maniakaal. Zo, hè. Dat was inderdaad goed gedaan. Ja, en dan met dat teddybergje ook. Dat is ongezien, een villain met een teddybergje. Dat maakt het zo interessant. Die heeft blijkbaar ook iets traumatiserend meegemaakt. En dan... Ja, het is meer dan een gewone villain, hè. En dan... Ja, hij trekt ook helemaal niet op Chris Hemsworth. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Ik zie hem er niet in. Die heeft een neusprothese, denk ik. Want die zijn neus zag je wel heel raar uit. Ja, ja, ja. En dan... Die baard en dat lang haar. En dan die cape. Oh, echt zo goed. En die, ja, in het verhaal wil hem dus eigenlijk die citadel. Hij wil eigenlijk de citadel van Immortan Joe hebben. Hè. Dat is een beetje het verhaal. Hè. Mm-hmm. Maar dat is niet zo simpel. Hè. Dat is een oninneembaar fort. En dan gaat hem maar voor de bullet farm hè, en pakt hem dan maar in. Ja, eigenlijk eerst voor de gas farm en dan uiteindelijk via een list probeert hij dan nog de bullet farm te veroveren. Maar ja, dan is Immortan Joe laat dat ook niet zomaar gebeuren natuurlijk. Dus, juist, maar toch knap hoe dat in Dementus er toch in slaagt om in samenwerking te komen met Immortan Joe. Hè, want dat zijn eigenlijk twee wakko's die eigenlijk moeten samenwerken. Hè. Ja, en ook zo een heel stom voorbeeld, dat hij een dementus er op die, met die twee motors rijdt, maar dat zo precies een koets is. Met die, dat is inderdaad cool. Ja. Dat is echt, gewoon, zo'n scène is voor mij zo bangelijk. Ik vind dat zo goed gevonden, dat is zo'n origineel idee. Lady and Jones! Your engines.
Ah, wel, maar wederom, zelfde beetje als wat Fury Road ziek in was. Er zit wel iets meer CGI in Furiosa dan in Fury Road. Maar wederom heeft er zo gespeeld met dat kleurenpalet en dan die wolken die zo heel vreemd zijn. Op een gegeven moment is er een scène waar dan Furiosa als kindje op de motto zit met haar moeder. En dan zie je, dat wordt zwaar langs onder gefilmd. En dan wordt die lucht met CGI zo vreemd gemaakt. Weet dat is allemaal niet nodig. En dat vind ik heel jammer aan die film. En dat is voor mij enorm storend. Dus ik had een pauze tijdens de film. Ik had ook zoiets van, ja, dit is het slechtste dat ik ooit gezien heb. Puur door dat onnodig CGI-gebruik weer wel. Ja, het stoorde mij niet zo in de cinema. Maar ik vermoed, als ik het hier thuis nog eens opnieuw zie, dat ik het ook gewoon hebben. Hè. Maar inderdaad, het zand is niet bruin, maar eerder rood, hè? Zo van die dinges. Ja, klopt. En dan ook, ze hebben dan het gezicht genomen van Anya Taylor-Joy. En dat dan met een soort van CGI, zo deepfake gewijs, op dan die kindactrice geprojecteerd. Want ja, die moeten toch een beetje op elkaar lijken. Ja, dat hoeft allemaal niet. Hè. Dat is mij niet opgevallen. Nee, mij ook niet. Taylor Joy, ja, dat hebben ze blijkbaar gedaan. Dus dat zijn ook onnodige CGI. Taylor Joy lijkt ook niet op Charlie Strong bijvoorbeeld. Hè. Dus dat hoeft allemaal niet. Dat zijn van die gekke spinsels waarvoor ze dan CGI gebruiken. En dat voor mij de film echt naar beneden haalt. Maar je zei er juist wel, als het Charlie is, misschien hadden kunnen de-agen. Dat is uiteindelijk ook een beetje hetzelfde. Ja, maar dat is dan. Ik zeg ook, ik heb het ook bijgezegd, dat heeft ook zijn nadelen. Hè? Ja. Maar dat is voor mij, qua continuïteit, had dat beter geweest. Ja. En plus, ja, in Fury Road heb je zo een soort van ingenieur, een technieker van Immortan Joe. Nu zie je dat hij dan blijkbaar eerst voor Dementus werkte en dan geruild is met die Furiosa, zo van die toestanden. Dat vond ik allemaal wel leuke toevoegingen die Fury Road beter maken. Ook Immortan Joe, die had in Fury Road een zoon, een Erectus of zoiets. Erectus. Ja, ah, wel. Nu, in de prequel Furiosa, zien we dat hij blijkbaar nog een zoon heeft. Ook zo'n gemuteerde weirdo. Maar ik vond dat scrotum is met Wiggleballs. Ja, scrotum. Maar dat was, de scrotum is duidelijk de slimste van de twee. En de andere is wat de sterkere. Hè? En dat dan die Erectus, dat het dan ook een pedo blijkt te zijn van die toestanden, dat vond ik allemaal wel. Wel, dat zit wel dan weer hard in ineens. Want op zich, ja, dat zijn zo van die. Ja. Komische figuur. Allee, te komisch is dat eigenlijk niet meer. Ja, ik weet niet wat ik dat moet omschrijven. Ja, dat is heel raar. Dat zijn zo twee van die karikaturen die dat ook zo een beetje ervoor zorgen dat die een toon toch weer wat wisselt. Er zat ook een beetje humor in Furiosa, vond ik. Ja, klopt. Ook door Dementus. Hè. Zijn personage brengt ook zo'n beetje waanzinnigheid in de film. Hè. Ja, ik mis hem al. Ik vind het spijtig. Daar had ik ook nog wel eens een film van willen zien aan mij. Ook die ene had dan vraagt, we're going to a place of abundance. En dan, what is abundance? Dat vond ik ook wel zalig. Ja. Dat je zo die hele slimme erbij, die net alles moet uitleggen. Dat vond ik wel schieten. De history man had ik nog, hè. Dat was cool, inderdaad. Maar dus, nu dat we eindelijk de place of abundance hebben gezien, dat was wel een leuke wereld, hè. Zeker, en dat maakt Fury Road dan ook beter, want dan weten hoe dat het eruit ziet, waar dat Furiosa terug naartoe wil. En dan in Fury Road komen ze dan ergens aan en dan zeggen ze, ah ja, je bent er juist doorgereden, een soort van moerasachtig land, hè. De natuur heeft zich helemaal omgedraaid en dan kun je ook zeggen van, ah, dat vind ik nu echt jammer. Inderdaad, maar hoe komt dat dan? Gewoon ook weer de nucleaire waste of zo dat verdwenen is dan? Of overbewerking van het land, of ja, inderdaad, de aarde zal verstoord zijn. Allee, dat kan ik mij nog wel inbeelden in die wereld dat gebeurt. Ja. Ah, dus dat bestaat niet meer? Nee. Allee, in Fury Road komen ze op een gegeven moment zo door een soort van moerassig land, met waar zo mensen op stelten lopen. Zegt me niet dat meer. Dat komt er echt 2 minuten in. Hè? Ja. En daar wordt dan gealludeerd van, dat is de Green Place. Of was de Green Place, maar dat is helemaal kapot.
En dat maakt dan ook duidelijk waarom dat ze van punt A terug naar van punt B terug naar punt A moeten. Dan in Fury Road is dat gewoon zoiets van, ja, wat is dat nu? Ja, ah, okay. Dat is zo. Die moraal is ook voor dat hij van de bullet form zijn ogen verliest. Met Max in dat licht schiet. Ik weet niet of dat u een belletje doet rinkelen. Nee, echt niks niet meer. Nee, ja, dat zegt mij wel. Nee, niets, voilà. Maar als ze dan door die dat moras zijn gereden, zijn er zo van die bomma's in Fury Road, die ook van die Place of Abundance kwamen, en die zeggen dan ook wel van, ja, het bestaat niet meer. En dan blijkt dan dat die een citadel eigenlijk de next best thing is, hè. Dat is dan ook een berg met veel planten op. Ja, dat is dan gewoon de next best thing. En daarom gaan ze terug. Hè. Ja. Want wat is eigenlijk de reden? Omdat in Furiosa het verhaal was geschreven. Waarom is die dan niet gewoon eerst gemaakt? Ah, wel, omdat ze denk ik bang waren om Mad Max er niet in te steken. Oké, maar hoe zou je dat dan hadden een soort dingen kunnen doen? Gelijk dat je met dingen neemt, met Bruce Willis en Samuel Jackson, Glass, ja. En dingen. Zeker. Dus je brengt je Furious uit en dan ineens komt dan een Max in, dat fantastisch geweest. Ja, inderdaad. Jij moet in de marketing gaan, David. nee, ik exact. En daarmee, ik ben nog altijd in shock. Die Furiosa is dus gigantisch geflopt. Die had een budget van, ik zeg maar iets, 150 miljoen of 160 miljoen. En die had ook maar 160 miljoen opgebracht. Dat is dus gewoon, ja, ik denk dat in George Miller nooit niks meer gaan mogen doen. Die heeft blijkbaar wel 120 miljoen aan Australische filmsubsidies gekregen. Dus ik denk dat de filmstudio zelf zijn broek er niet aan heeft gescheurd, juist niet. Maar ja, dat is een ramp voor Australië op zich al, hè. Allee. maar kun je dat voorstellen, David? Jij woont in Australië, jij wilt een film maken, jij wilt er zijn budgets voor films daar, en ze zeggen, ja, nee, sorry, we gaan alles voor de komende jaren aan een George Miller geven. We gaan 120 miljoen aan een George Miller geven, en dat is gewoon... Dat flopt gigantisch, ja. Ja, en is dat dan omdat Mad Max daar niet in komt? Hoe kan dat nou floppen? Dat snap ik niet. Ja, ik vond dat geen goede film, ja, om de reden dat ik al gezegd heb. Hè. Niet per se omdat Mad Max daar niet in komt, maar ik vond het, ja, stand-alone werkt het voor mij niet. Wat ik wel vind, Furiosa is voor mij wel het hoofdpersonage in zowel Fury Road als in haar eigen film. Ja. Het is een beetje Star Wars gewijs, waar dat het draait van Luke richting Vader. Het is zo een shift. Ja, en ook, wie was het doelpubliek? Want mikte nog op de originele Mad Max fans? Want die mensen die zijn ondertussen misschien 60, 70 jaar, die vinden de cinema te luid, die willen misschien niet meer gaan. Ja, ik denk toch op de mensen die Fury Road zijn gaan zien en die goed vinden, denk ik. Dat en helaas, denk ik, zitten we nog altijd wel een beetje met gegeven. Ja, het is een film met een vrouwelijk hoofdpersonage. Misschien zijn er echt mannen nog zo klein die het dan niet willen zien. Ik weet dat niet wat een rol speelt, hè, maar... Ja, dat zou ik echt wel erg vinden. Ja, ja, maar... Dat zou kunnen kloppen, zo. Zo'n vrouwelijk in Ghostbusters werd ook met de grond gelijk gemaakt. En Ocean's 8 met alleen mevrouw werd ook met de grond gelijk. Terecht overigens, want ik vond dat ook een verschrikkelijke film. Misschien hebben mensen ook zoiets van, oh, ze gaan van Mad Max. Hetzelfde als ze van James Bond een vrouw gaan maken, dat werd geen kassucces. Ja. En misschien hebben ze ook zo van die gasten iets van, oh, ze gaan van Mad Max een vrouw maken, terwijl het gewoon een volledig ander personage is. Maar misschien heeft dat ook een rol gespeeld, ik weet het niet. Kan zeker, ja. Ja. En het ik vind het erg voor ook die de mensen, ze weten hem daar, die Chris Hemsworth en dan zij, die doen dat geweldig en dan, ja. En ondanks dat die film keigoed ontvangen is, ja, is er toch, heeft dat geen volk naar de cinema's gelokt, hè. En blijkbaar wou George Miller nog een laatste Mad Max film maken, terug met Mad Max zelf en terug met Mel Gibson. Ver in de toekomst aan Mel Gibson, Mad Max een oude man is geworden.
The Wasteland, had die film gegeten? Het verhaal is ook wederom al af. Hè? Dit keer niet in een screenplay voor hem, maar in een soort van novel-achtig iets. Want voor Furiosa moesten de acteurs ook die novel dan zogezegd lezen, ja, om de achtergrond ook wat meer te hebben. Ja, maar op zich, het verhaal van Mad Max zelf is nog niet helemaal afgerond. Hè? Ik weet niet, misschien had ze toch nog wel een leuk verhaal kunnen maken met Mel Gibson, dat hem uiteindelijk sterft of zo, waarschijnlijk. Kon ook zijn dat... Ja, wel, ja, waarom niet, hè? Ja, omdat hij ook geen budget meer krijgen, hè? Allee, wie gaat er nu nog geld in willen steken? Als Mel Gibson zegt dat hij meedoet, dan komt dat budget wel vanzelf, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Zat hij niet op de zwarte lijst in Hollywood, die Mel Gibson? Wow. Die is wel raar, maar waar denk ik wat van afgerokt? Want die is toch volledig terug, eigenlijk. Zeg, en over George Miller, wist je wel dat hij een Oscar heeft gewonnen voor beste film ooit? Met wat dan? Happy Feet. Toch niet... Ah, niet zien, hè? Ja. Dat is toch... Maar ik wist wel dat hij dat had gemaakt, maar ik wist net dat hij een Oscar had voor... Ja? Voor best een animatiefilm, dus ja, eigenlijk beste film, hè. en ook die een Babe blijkbaar geregisseerd, dat wist ik niet. Ja, nee, Babe 2. Belangrijke nuance, want Babe 1 is een meesterwerk, ja, maar Babe 2 was dat niet. Oké. Okay. En voor de rest heb je blijkbaar... En The Witches of Eastwick is dat ook niet? Exact, met Jack Nicholson en Cher. Dat is ook wel een plezante film, hè. En dan heeft hij ook nog blijkbaar een film gemaakt, George Miller, die heel goed onthaald was over een gezin en die hun zoon ligt op sterven en die vinden zelf een geneesmiddel uit. En dat is echt gebeurd. Kan je eens even die titel opzoeken, want dat zou wel iets... Lorenzo's Oil. Ja, die film. Misschien, ja. Maar voor de rest heb je dus bitter weinig gedaan in George Miller, hè, op Mad Max. Nou. Ah, wel, die heeft een heel kleine list van dingen dat hij gedirect heeft. Hij zijn meest recente, buiten dan Furiosa natuurlijk, is dan die 3000 Years of Longing, maar die heb ik nog steeds niet gezien. Dat is zo met Tilda Swinton en Idris Elba, is dan zo'n soort van genie. Ja. Ja, oké. Okay. En Babe, de ene heeft hem blijkbaar wel geproduced. Ja, en dit... Dead Calm heeft hem ook geproduceerd. Een keigoeie film. Dat is met Billy Zane, hè? Ja, en Nicole Kidman op het water. Ze speelt zijn hele film rond een boot af. Die is geweldig. Die Billy Zane is keigoed daar. Dead Calm, allemaal zien. Als je hem nog niet gezien hebt, van 1989. Die is toen in het water blijven liggen na de Titanic. Ja. Ik heb die gezien, dat is met Sam Neill ook, hè? Ja. Ja. Ja, dat is wel een goede film, ja. Okay. Dus Furiosa, als je hem nog niet gezien hebt in de cinema, hij speelt uiteraard nog, kun je dat altijd doen, hè? Zeker. Dat zal denk ik nog wel heel de zomer blijven dat hij speelt. Komt ook niet zo gigantisch veel nog uit, denk ik. Dus, Nee. Dus je gaat hem zeker alsjeblieft zien, zodat hem toch misschien winst maakt. Dankzij jullie. Van mij hoef je hem niet per se te zien, maar het is wel zo dat Fury Road er beter van wordt. Het is misschien daarom, om die reden wel. Ja, daar heb ik nog wel een vraag over. Hey, Fury Road, dat is al lang een thema dat zowel Maarten als ik dan een verschrikkelijke film vinden of vonden. En als je dan zoiets tegen mensen zegt, dan bekijken die allemaal heel raar aan. Dus ik denk dat wij zo bij de enige twee waren dat in het slecht kamp zaten. Maar jij hebt je nu opnieuw bekeken en jij hebt je een 3,5 gegeven, heb ik gezien. Dat is wel ineens een hele grote sprong van... Zeer zeker. Dank u, Maarten. Okay. Ja, dat ging van 2,5 toen, nu naar 3,5. Dat had zelfs naar de 4,5 kunnen gaan, mocht hem die CGI niet zo misbruikt hebben. Oké, maar jij zat al op 2,5, oké. Okay. Ja, zoiets. En Mad Max 3 staat bij mij nu op 2,5. En Furiosa, dat is jammer genoeg een 2 of zo. Hè. Dat is echt, ik vond dat echt vervelend in cinema. Ja. Zeg, en nog eens allemaal... Eén favoriete Mad Max film moet uitkiezen. Wat kiezen jullie dan? Road Warrior. Ja, mij ook. En bij u, David? Misschien ook toch wel. Ik zeg het, ik vind je zeker niet veel beter als dan één, maar het is vooral, denk ik, de grote acties zijn op het einde, die hij wel, gezien de tijd, ook heel knap gedaan is, dat wel. Ja, inderdaad. Alright, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye.